kom maar. We zijn een nieuw mens. Ja. She's a better shooter. We need to count points, but I think yes. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is weer een nieuwe dag hier vanuit Polen. Wij zijn net lekker wakker geworden en er is één mooi ding aan deze dag wat ik al gelijk zag. En dat ben jij. Dankjewel. Maar wat nog meer? De zon. Ja, precies. Kijk eens jongens. Volgens mij is het gewoon een beetje zonnig vandaag. Ondanks dat we waarschijnlijk wel ervoor zorgen dat het juist nog kouder is. Kijk. Oh, zonnetje gewoon hier in Gdansk. Of Gdansk. Overal op de kaart staat danzig. Danzig? Ja, volgens mij is dat de juiste uitspraak. Danzig. Oh. Als je op Google Maps kijkt of op kaarten, staat er niet Gdansk, maar danzig inderdaad. Ja. Dus het zou ook kunnen zijn dat je het zo inderdaad uitspreekt. Want er staan wel natuurlijk overal borden met Gdansk. Kijk, daar staat ook zo'n groot bord. Maar een hele goede morgen jongens en meiden. Wij zijn weer hier terug lekker bij een nieuwe vlog, een nieuwe ochtend. En we zijn al helemaal aangekleed. Ik ga hier ook even lekker mijn schoenen aandoen, want wij gaan uiteraard eventjes ontbijten hier in de buurt. En daarna gaan wij iets superleuks doen. Tenminste, iets superleuks. Wij gaan naar een schietbaan vandaag. Echt iets zieks gewoon, ik heb er zoveel zin in. Ja, ja. Jij wilde dit per se doen eigenlijk. Dit was echt jouw idee. Ja. Hoezo hebben we er zoveel zin in? Fucking vet. Schieten. AK-47 en een Kalashnikov. Ja, dat is wel dik. Fucking dik. Aan AK-47 kunnen we als het goed is mee gaan schieten vandaag. En dan worden we dus opgehaald hier bij het hotel. En dan mogen we dus op een schietbaan uiteraard gaan schieten. Maar we gaan dus eerst even lekker ontbijten, want we hebben allebei honger. Dus dat is mooi. Maar we gaan eerst... Ontbijten? Of wat? Nee. Jas aantrekken? Ik ga op de weegschaal staan. Ik ga laten zien aan de mensen hoeveel ik weeg. Oh, 75. Nou, verklaart het nou niet! Jeetje. Oké. Wacht, met schoenen aan dan. Wat weeg ik met mijn schoenen aan? Oh... Zo! Wow! Wat? Oké, hij heeft het er moeilijk mee, Met schoenen aan weeg ik 77,9. Ik heb 2 kilo, met net. Ja, ik zag dus toevallig de weegschaal hier staan en ik was benieuwd hoeveel ik woog. Maar het is tijd om lekker te gaan. Let's go. Maak even een outfitfoto. Oh ja, dat is wel een mooie outfit. Ja, alleen die zak. Waar is je shirtje van? Van je moeder. Ja, dat is wel een goede winkel, hoor ik. Ja, echt een goede winkel. Nou nee, en nu weer serieus? Nicky. En je broek is van? I don't know. Zeg maar, I don't know. Oké, ze weet het niet. Nou, mijn shirt is van Nieuw Amsterdam. En mijn broek is van de Carhartt. Kijk, ja, niemand die daarom vroeg, maar dan weten jullie het. 5 minuten buiten en mijn oren vriezen er echt weer af. Ik moet er echt iets tegen kunnen doen. Toch? Oorwarmers. Ja, dat, maar dat ziet er ook zo debiel uit of zo, vind ik. Vind je niet? Nou ja. Of gewoon een mutsje dragen eigenlijk, dat is het. Maar ja, die had ik dus helaas niet meegenomen. Het is wel lekker even lopen zo in de ochtend. Je bent wel gelijk lekker wakker door de kou, dus eigenlijk hebben we ook helemaal niks te klagen. Maar ik heb het altijd. Echt, ook al in Nederland is het misschien 5 graden en het waait een beetje. Gaat het gelijk, trekt het gelijk in mijn oren. Echt zwakke oortjes. We lopen weer in het kleine Amsterdam. Tenminste, zo ziet het eruit. En we gaan weer eventjes wat eten dus. Kijk eens om je heen hier. Ik zou echt geloven dat het Amsterdam zou zijn. Als je niet zou zeggen dat het Polen is. Kijk, dit is lekker. We beginnen de dag met een eitje. Bacon erop, brood. Jij ook een eitje en lekker een yoghurtje. Ja. Nou, eet smakelijk. Dank je. Ik heb ook thee jongens, want dat had ik even nodig omdat het zo koud is. Dus ik had die echt even trekken. Een lekkere warme thee. Heerlijk lekker ontbeten. Het is wel grappig. Lynn en ik die waren in Nederland een beetje aan het klagen omdat het eerder donker werd. Op de kou in Nederland. En nu gaan we naar een land... Wat zeg maar gewoon 10 graden kouder is. En veel eerder donker. Ja. Oh, 4 uur 's middags is het dan gewoon donker hier. Maar ja, het is wel gewoon echt leuk voor de ervaring. En ik zag ook wel reacties van jullie die stonden van... Ja, ik vind het echt wel leuk dat je eigenlijk gaat naar de plekken waar je dus niet zo snel komt. En dat was ook een beetje toch wel de bedoeling. En we zijn echt positief verrast over hier, hè? Ja. Want toen we geboekt hadden, dachten we... Nou, we weten niet wat we moeten verwachten. Maar als je zo rondloopt en om je heen kijkt, is het echt wel een hele mooie plaats. En we willen misschien zelfs nog een keertje terug in de zomer, of niet? Ja. Toch? Ja. Ah, jongens, we gaan nu gewoon echt de eerste beste winkel naar binnen waar je een muts kan kopen. Ik zie geitenwolle sokken hier. Ik moet een muts hebben. Ja. Ik trek het niet meer. Oh, dat is echt te erg gewoon. Oké, dat is gewoon waarschijnlijk een hele lelijke muts, denk ik. Hé, ik kan ook gewoon deze kopen. Jezus. Oh,
Is dat mooi? Nee. Gewoon zwarte oorwormers. Misschien zijn die leuk. Of kan dat niet? Wacht, laat zien. Nee, dit is echt niet goed. Oh, dit is wel gewoon nu al zoveel beter. Nee, we moeten gewoon even voor een zwarte muts. Dat is het beste, denk ik. Dit is gewoon zwart. Ja, kijk. Gewoon zoiets. Dit is ook dit. Oh, die zijn nog best wel mooi eigenlijk. We zijn een nieuw mens. Staat het een beetje? Ja, het is wel leuk. En warm, dat is zo, belangrijk. Zo, dit is zoveel beter. Ik denk dat ik het gewoon niet kan uitleggen hoeveel pijn die shit op je oor doet. Want heel veel mensen hebben daar ook gewoon geen last van. Maar toevallig Lynn en ik allebei dus. Oh, ja, ja, het is wel lekker je mutsje. Want deze, die heb je van mij met kerst gekregen. Ja. Nice. Oh, fetetjes. Kijk, we zijn weer even lekker terug in de hotelkamer. Ondanks dus dat zonnetje schijnt. Ik heb liever dat het bewolkt is, want dan is het tenminste nog wat warmer hier. Het is nu echt gewoon met die wind en alles verschrikkelijk om rond te lopen buiten. Maar gelukkig heb ik een lekkere muts nu, dus daarmee is wel veel opgelost. Wij worden straks opgehaald hier bij het hotel door een soort van taxi. En die brengt ons straks dus naar de schietbaan toe. Ik ben echt heel benieuwd wat we kunnen gaan verwachten. Mijn muts, ben ik vergeten, shit. We staan in de lift, we gaan jongens, op naar het schieten. Let's go. Oh, hopelijk is onze driver hier snel. Auto. Wat zeg je? Er staat een hele leuke auto. Misschien is dat wel onze driver. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Nee. Oh ja, daar staat hij. Kijk, die grijze daar. Dat zal niet onze driver zijn, lijkt mij. Oh. Ik denk dat die verderop ergens staat. Deze helaas niet. Dat was wel leuk geweest. Wij zitten lekker warm in de taxi. Het is een kleine 5 minuten rijden dus naar de schietbaan toe. En Lindy is er zeker van. Dat ze beter schiet dan ik. Nee. Oh, daar ben ik zei... zeker van. Nee, daar ben ik niet zeker van. Nee? Nee. Wie denk je dat het beter is? Ik heb het nog nooit gedaan. Heb je het ooit gedaan? Nee, ja, ik heb wel heel veel schietspelletjes gespeeld in mijn leven. Maar nog nooit echt met een echt wapen, zeg maar, geschoten. Oké. Dus, en nou helemaal niet met een AK-47. Want daar kom je ook gewoon echt helemaal niet aan natuurlijk. Die terugschok is zo hard volgens mij. Ja, die terugslag inderdaad. Ja. De terugslag. Ja, ik ben benieuwd hoor. En we hebben ook volgens mij wat kleinere wapentjes waar we mee mogen schieten. Maar dat gaan we straks allemaal vast zien. En de AK-47 is wel degene waar ik het meest naar uitkijk. Dat is ook wel een van de bekendste wapens. Ze hebben ook een Kalashnikov. Hè? Ze hebben toch ook een Kalashnikov. Ja, dat is toch een beetje hetzelfde als een AK-47? Dat is weer Russisch dan of zo? Ja, ik weet het niet precies. Ik weet het ook niet. Lin zegt net, ik heb helemaal geen zin om uit de taxi te gaan. Het is echt lekker. Het is hartstikke lekker met de verwarming zo aan. Ja, heerlijk. Oh, kijk, toen kunnen we bevroren daar, zie je? Oh ja, dus je kan schaatsen denk ik hier, maar doen ze dat niet echt hier? Het wordt hier een beetje grimmig, dus ik denk dat we er bijna zijn. Ja, het wordt echt een beetje grimmig hier. Ja, maar is schaatsen niet een ding in Polen? Schaatsen? Ja? Of is het omdat het... Misschien is schaatsen zo populair in Nederland, omdat wanneer we zeg maar kunnen schaatsen... Schaatsen is wel echt iets Nederlands, hè? Ja? Omdat we dan ineens weer kunnen schaatsen, dat we het helemaal bijzonder vinden. Maar ja, hier kan je dat waarschijnlijk gewoon elk jaar, dus dan is het ook helemaal niet meer bijzonder. Kijk, we zitten op de goede plek. Shooting range. Oh, Lin, wat spannend. Ja. Leuk. We staan binnen en je hoort gelijk de schoten al. Het klinkt hard. Even kijken of ik straks weer wil schieten. We moeten even hier wat invullen. Dus hier, moet je eens horen. Wat een klappen dat zijn. Die deur stond net open, maar die is helemaal geluidsdicht nu. Zo, ik schok gewoon van de klap hoe hard dat is, zo'n echt wapen. Ik heb dat ook nog nooit gehoord, volgens mij. Er lopen hier trouwens ook echt alleen maar mannen. Dus ik vind het wel echt, echt leuk dat jij ook gewoon... Ja, dit was jouw idee. Ja, dat wilde ik al zo lang. Dat is zo gaaf. Toen we naar Polen gingen, zei je, oké, maar dan wil ik wel echt gaan schieten. Ja, fucking dik. Ik had er niet eens aan gedacht, moet ik eerlijk zijn. Is dit een koffie en thee? Ik denk het, ja. We gaan even een theetje nemen. Wow, check hoe lekker. Ze hebben warme chocolademelk van Milka. Zo, maar dit is lekker. Lemon tea. Wat? Proeven. Wat is dit? Dit proeft gewoon naar echt warme iced tea. Yes. Oh, ja. Ook lekker. Lekker. Nou, en dit is warme chocolademelk dus van Milka. Kijk, lekker. Nee, het ziet er natuurlijk gewoon hetzelfde uit. Nou, wil je even warm worden weer? Hier staat hij, de AK-47. Oehoehoe. Daar wil je mee schieten, hè? Ja, sowieso. Maar kijk uit hoeveel onderdelen zo'n geweer bestaat. Ja, hè? Normaal, het zijn er 123. Daar is hij gewoon helemaal uit opgebouwd. Het staat hier helemaal op. Uit al deze onderdelen is dus zo'n wapen opgebouwd. We hebben net even een uitleg gekregen, dus ik ben benieuwd. Ik mag het eerst wel. Don't close and stay straight, okay? The straight position is the best for hands, like that. Take your gun, take your mag into your left hand and put it into the socket, strong. Very good. Now, left thumb, pull this button down. Now it's ready to work. Okay. Lock your arms, laser dot all the time in yellow area and now slowly pull the trigger back. And
the same. Continue. Just continue. Laser dot and slowly pull the trigger back. Excellent. What the fuck? Excellent. And now, after 5 rounds, pistols block back in the start position. Okay. Now you can put your gun down and we can check your target after 5 rounds. The first 5. So you get 5. Oh. It's in your target. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Like and you see. Almost in the 10. Yes. 2 times. Yeah. Very good job. Okay. Okay, to the same target. Again, it's your time. Yeah. 3 gold block. And now you see the little difference between the ammo, okay? Come close again, the same position. Okay. And slowly pull the trigger back. Very good. And again. Laser dot and slowly. Very good. Excellent, and again. Very good, and again, what? And. Zo, dit was echt een ziek idee. Veel sterker dan die andere, je werkt gelijk op de stil. We hebben ook echt deze kleppen opgelopen, gelijk echt een hard. Je hoort dat wel beter. Oké. Okay. Zat hij erin? 1, 2, 3, 4 and 5. 3 times in 10, 2 times in 9. Okay. Very good. Nice. And now the last one. The last jump now here. Dit is de Uzi. Very good, like that. It's much easier than Glock. Lift to the right side. The last was the best. Okay, when you felt that, it's probably empty. Press this button, left hand. Take your mag, check it, must be clear. Yeah. Put your mag down, reload your gun again. Left hand here. Check the chamber inside, like in pistol. It's clear? Yeah. And shoot last time for be sure. Very good. And now you can put your gun down. Now it's empty and safe. And you can check your result. Hoe was deze? Deze is gek, maar dit is gewoon echt een booster. Dus normaal gesproken schiet je echt automatisch echt volledig. Maar nu mocht je maar een paar keer achter elkaar schieten natuurlijk. Want anders gelijk je toch gewoon even weer. Ik ben benieuwd, ik schoot van mijn gevoel echt heel erg mis. 1, 2, 3, 4 and 5. Oké. And 6, I give you more. Ah. Okay. This is for you. Thank you. Good job and now it's your time. Ja, ik heb het geschoten nu dus. Nu is het Linde beurt. Ik ben heel benieuwd. Oké. Come close. Stay straight. Take your gun. I'm you are left-handed. Yeah. Oké, dan is je krijgt dus eerst de uitleg over hoe je moet staan op de beste manier van houding. When you're left-handed must be en daarna dus hoe je moet richten. Here. Lock kijk your arms. Staan. Laser dot in the middle and really slow pull the trigger back, okay? So it's so easy. Don't do it too fast. Slowly. Really slow pull the trigger back. Wait a second, we will check what happened. All the time the same. And slowly pull the trigger back. Excellent, and again. Keep the laser dot and really slow. Little bit stronger in your hands, okay? Because pistol can't reload. Slowly all the time. Hoppa, kijk de klappen van het ding afkomen. Hoppa. Very good. Die hulzen schieten hier ook gewoon lekker door de kamer heen, kijk. Slowly, very nice. And now, after 5 rounds you must check your gun. En, hoe was de eerste schieten? Ja, we zullen zien. Maar hoe voelde het? Maar het is lastig, want met links zit het niet. Zij maar kijk uit. Oh, goed gestoond, hè? Sampot Shibuya. 1, 2, 3, 4 and 5. 49 points. Hey, allemaal! Oké, gaat ze. Oké, and now be careful, okay? Goed vast. Now it's ready to work. Not like this. Laser dot, again, into your target. And slowly pull the trigger back. Really slow. Very good. And again. Deze heftig, hè? Slowly pull the trigger back. Forget about recoil. Excellent. Zo, twee keer achter elkaar. Recoil again. Slowly pull the trigger back. Excellent. All the time the same, like first. Die klappen zijn niet normaal. Zo. Too fast now, you start jumping, stronger in your hands. Okay. And again, you must check your gun. Finger out of trigger. En, dit is heftig, hè? What the fuck, ja. Yeah. Niet normaal. Dit is echt veel heftiger dan dit eerste wapen. 1, 2, 3, 4 and 5. Misschien beter dan ik. 48. Very good job, again. She's a better shooter. We need to count points, but I think yes. Oh shit. Well, dit is weer beter. You're shooting points, tell everything. Nu gaat ze met de Uzi. Dat is echt een gek wapen. Okay, we try Uzi now. Now, in my opinion, much easier than Glock, okay? But it's much heavier than Glock too. Daar komt die eerste schot. You have it? Daar gaat ze.
Put your left kijk ze eruit vliegen. Nu hangt de target ook best wel ver weg, daar in de verte. Very good, like that. Only keep going. Excellent. Ik denk echt dat Limburg. Excellent. Direct in the middle now. Hoppa. Hey, volgens mij heb je echt gewonnen. Ik weet het niet, maar één zet er heel veel uit. One on Libat Watch. One, two, so. Three, four and five. You have four in ten, only one here. She's that better. Was your first one. Perfect. When you're waiting for recoil, you stay like that. That's why you go here. Nice. Very good job. Thank you. And now I leave you with Darek. Yeah, thank you. Ja, die van Lin is echt beter volgens mij. Oké, ik leg hem links. We gaan zo tellen, ja? We gaan nu met de AK-47 schieten. Dat is natuurlijk eigenlijk wel de heftigste waar we het net in de auto over hadden. You see it? Is het semi-automatic? Or? Yes. Okay. And enjoy. Hij schoot automatisch. Nee. Oké. Okay. Nou, nu was track weapon. Ja, empty. Yes. Okay. Where is this button take out mark? Zo, hij stond op de verkeerde stand volgens mij, zeg maar. Yes. No problem. Was deze? Volgens mij liet hij hem op de verkeerde stand staan, want daar bestoot hij dus op het begin ineens een paar kogels in één. Dat was niet de bedoeling, denk ik. Ging je wel fout? Oh, shotgun. Oh, yes. Daar gaan we ook nog mee. Shotgun. Zo, dit is het ding. And with this shotgun, you must remember about recoil, okay? Okay. You must put weapon to your shoulder really strong and tight. Move your body a little forward, okay? Okay, yeah. To aim it, you can place a point like block, so it's, I think it's easy. And if you want to reload, you must do it fast. Back, forward, and you can shoot. Okay. Deze heeft echt een zieke terugslag, denk ik. Dat weet ik van de spelletjes online. Dus ik moet deze echt goed vasthouden. Okay, reload? Yes. Komt-ie. No. Oh, dat is niet normaal. Only back. Hoppa. Trap chamber. Ja. Empty. Empty. Oké. Okay. Zo, die voel je. Daar zit echt een kracht in. Dat is niet normaal. Maar dat weet ik ook van de spelletjes. Oké. Okay. Wow. Oké, dit is de shotgun. Zie je al die dingetjes? Die shotgun heeft hem echt helemaal geraakt. Zo. Hoppa. De shotgun gaat ze nu. Wauw. Really good. En jij schiet echt beter dan ik voor de maar ze zijn allemaal op hier op de gat. Op het hart, je schiet gewoon op het hart. Yeah. Oh, oh. Oké, okay, Lim mag nu één keer met de shotgun uiteraard. Kijk. Deze is echt krachtig. This weapon really strong, oké? Okay? Oké, okay, kijk uit. Reload here. Kijk eens wat een ding ook, hoe groot dat wapen is. Mm-hmm. And forward, oké. Okay. Nou, try to aim. Oh, er zit ook een kogel in. Yes, of course. Niet normaal. Oké, okay, daar komt ie. Oké. Okay. Zag je dat staan daarachter? Ik denk, kijk. Zo, dit is waarheid. Al die gaatjes. This is only place for plastic box where okay. We have this, a lot of these small balls. Is it okay? Yes, of course. It's really good. Thank you. Hey. Oké, mogen we even een fotootje maken? Kijk. Ja? Yeah? Is hij goed? Ja. Oké, okay, ik moet gewoon zeggen dat ik denk dat jij wel beter bent met dit. Nee, is ook. De punten zijn ook. Dus ik had ze allemaal raak. Als wij op een 1-op-1 shootout komen, dan weet ik wel. Ik had ze echt allemaal raak gewoon. Hé, hey, dat wapen leggen we maar in jouw nachtkastje thuis. Nee jongens, we hebben geen wapen thuis. Helemaal niet zo. Oh, ja, we moeten gaan zitten. Ik stap een andere kant in. Ja, ik vond het echt super gaaf om te doen, Wap. En hoe voelde dit? Ja. Zo, maar het is echt dat geluid, niet normaal hè? Ik vond het zo lekker, die terugslag. Maar kan je nagaan als je gewoon echt inderdaad, als je echt beschoten wordt of gewoon echt een oorlog, dat geluid, het zuist om je oren. Het komt wel goed nu. Ja, maar nu hadden we zelfs nog zo'n koptelefoon op. Ja. En maar, dat... Zeg maar, we kunnen wel raak schieten. Ja, op zich. We schieten wel redelijk goed. Ik schoot echt heel goed. Je kan maar rustig doen, maar zelfs hun zeiden net. Ja, klopt. Oké, okay, nou, we hebben ze mee voor de souvenir. Ook wel grappig, je zag echt die mannen kijken naar van wat gaat deze meid hier nou staan schieten, man. Ja. Ze doet het gewoon even weer, hoor. Hey, de halve mannen linken weer naar boven. Ja, heerlijk. Ja. Zo goed, op. Yeah, ik ben trots op jou. Ik ook, ik vind het echt leuk om samen dit soort dingen te doen. Ik ook. Gewoon, dit is toch, zeg maar... Top! Fucking vet, ja. Dat zou je nooit zo snel doen, dit. Ja, maar ik ben een halve man. Oh, aan de ene kant best wel een gekke baan ook, hè, als je daar werkt. Zeg maar, hoe vaak gebeurt het dat je misschien wel gewoon een gek hebt die daar
Ja. Gewoon, er moet maar iemand zijn. We hadden het daarover. Je weet toch niet of iemand ineens omdraait? Nee, want je zou in principe gewoon met die Uzi in de ronde kunnen gaan schieten. En je hebt ook geen controle of zo. Je vult je adres in en je tekent. Je mocht ook niet met alcohol of drugs dit doen. Omdat, vanzelfsprekend uiteraard. Maar ze checkt het helemaal niet, geen legitimatie, niks. Eigenlijk best wel gek dat... Ja, er moet maar één gek tussen zitten. Maar dat zijn dingen waar je eigenlijk helemaal niet over na moet denken. Maar toch spookt het even door je hoofd. Ja. Leuk testje aan jullie. Als je dit ziet, hoe laat denk je dan dat het is? Gok in de comments de tijd, jongens en meiden. Als je dit gewoon buiten zou zien en je kijkt uit je raam. Ik ga reacties liken voor de mensen die het goed hebben. Want zoals je kan zien, het is redelijk donker. En net was het gewoon nog helemaal licht. Dus doe maar een gokje in de comments. Boven op ons hotel hebben ze dus blijkbaar een hele mooie rooftop bar. Daar gaan we eventjes naartoe. Ik zag dus dat... Wow, dat was weer de weegschaal. Ik zag dus dat sommige mensen elkaar daar ten huwelijk gevraagd hebben. Hier? Ja, op het hotel. Maar het leek net heel klein. Ja, maar op het hotel hebben ze blijkbaar dat gedaan. Ik zal het jullie straks laten zien waar dat gebeurde. Dus het is wel een mooi plekje. Helemaal naar boven. Kijk, dit is een hele lamp. Tenminste, het lijkt op een lamp. Zal die s'avonds aangaan? Zo, dat zou echt een hele mooie lamp zijn. Kijk, daar zien we het dak. En dan gaan we hier eruit. Let's go. Middelvinger opsteken. Oh. Dank u. Oh, kijk, wow. Dit is dus wat ik bedoel. Hè. Hier zag ik dus een filmpje van. Zo, het is best wel mooi met dit uitzicht hoor. Daar heeft iemand zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dat zag ik laatst op TikTok voorbij komen. Nou, hier gaan we dus even zitten bij het raam. Het is best wel een mooie plek zo. We hebben het besteld. Ook hier achter me ziet het er echt super mooi uit. En we zijn gegaan voor 2 Long Island Iced Teas. En uiteraard een frietje met extra... Maar dit is de eerste en de laatste keer dat we een drank drinken in het podium. Ja. Dat hebben we bewust afgesproken. Klopt. Ik heb geen jas mee, maar ik ga ze heel even kijken buiten. Zo, die deur gaat heel... Wow! Lin, dit is echt mooi. Dit is echt heel mooi hier. Kijk dit eens. Als je het dak oploopt... Wauw, wat een prachtig uitzicht. Kijk. Oh, mooi ook met die zonsondergang. Je hoort heel die sneeuwkraak hier onder mijn schoenen. Daar heb je het reuzenrad, daar willen we eigenlijk nog in. Ik zie dat één karretje het precies niet doet met de verlichting trouwens. Maar dit is nog wel een mooi plekje zo. Ja, het is dus de rooftopbar. We zaten te googlen op rooftopbars en precies in ons eigen hotel zit dus die rooftopbar. Dus echt heel toevallig. Mooie plek. Wel echt ijskoud, dus ik ga snel lekker naar binnen. Beetje gekke deur. Hop, die schuiven zo open. Oh. Ja, beter dit. Het is een mooie zonsondergang daar hoor. Ja? Ja. Daar komen de drankjes. Ze ziet er weer heel sterk uit inderdaad. Thank you. Maar ons enige, hè? Enige drankje in Polen. Ik dacht gewoon de enige dag. Ik dacht dat we nu de hele avond konden drinken. Oh, oké. Okay, ja, dan drinken we de hele avond. Toch? Ja, is goed. Ja, weet je. Zo, heerlijk. Eén hebt, maakt de tweede ook niet meer uit. Een Long Island Iced Tea voor de mensen die hem kennen. Dat is zeg maar een drankje die best wel heftig is. Maar... Deze drinken wij altijd. Ja, dat vinden wij leuk. Proost. Op deze mooie plek. En op ons. Het is zo gek hoeveel verschillende mayo's er in de wereld zijn. Dit is weer van die zure mayo. Dit is gewoon van Heinz, mooi net. In Nederland blijft de mayo altijd het beste, vind ik. Altijd oliehoorn of Kalles Glory. Hoe? Bedoel je frietsaus? Oliehoorn? Of Kalles Glory. Is dat de beste? Gouda's Glory? Die hebben ze altijd bij de frietent. Ja, die zijn beter. Maar vind je frietsaus lekker of mayonaise? Mayonaise, ja. Sinds ik jou ken is het volgens mij nog nooit zoveel over mayonaise in de vlog gegaan. Ja, zullen we stoppen? Ja. Nooit meer een woord over mayonaise. Nee. Het vliegt er ook gewoon doorheen met Lin. Dus 3 keer raden wat ze aan het doen is. Daar komt ze. Ja! Extra mayo! Ja, maar jij eet ook echt veel mayonaise. Vind je? Ja. Kijk, een heel bord vol. Eerlijk, jij eet echt veel. Ja, maar het is gewoon lekker. Aan het begin van onze relatie, dan hadden we wel genoeg aan 2 zakjes, want dan at jij niet. Jij steekt mij aan. En nu? Nou, die friet gaat erin en de zakjes leeg. Kijk eens even wat lekker. Wat Zeg gelijk, Gio heeft een hamburger besteld. Zonder iets. Ik had alleen de hamburger besteld, zeg maar. Maar ze hebben hem deconstructed. Ze hebben alles losgeleverd, zeg maar. De hamburger maar los, broodje los. En jij bestelde een friet, maar dan hebben we 3 frieten. We hebben 3 frieten. En ze weten al van de extra mayo gewoon. Jongens, ik vroeg van, mag ik alleen de hamburger zonder het broodje? En kijk eens, ze hebben het wel een soort van zo gedaan. Maar niet helemaal. Eet smakelijk. Oh, het is zo verschrikkelijk koud nu. Oh, heb je je telefoon mee, schat? Ja.
Laat eens zien hoeveel graden dat nu is. Wij zijn natuurlijk laatst ook in Polen geweest. In Auschwitz, jongens en meiden. En daar hadden we het erover dat ze daar natuurlijk in de meest zieke temperaturen zaten. Kijk. Het is nu -10. Oh, het is verschrikkelijk. En vanaf -12. Het is echt verschrikkelijk. En ik loop hier al gewoon best met mijn lekkere sokken aan, mijn dikke broek aan. En het is verschrikkelijk. Het is toch lekker cozy. Ja, en ik loop met een trui en een shirt aan eronder. Niet aanstellen, poepje. En kan je nagaan dat ze in de Tweede Wereldoorlog, dat ze toen gewoon in pyjama's zaten. Hadden ze blote voeten eigenlijk? Weet ik niet. Maar gewoon in -20, hè? Dus nog twee keer zo erg als dit. En dit is al eigenlijk. Is echt koud. Dit is al eigenlijk echt verschrikkelijk. Ja, maar gewoon. Kijk, jij staat dan met twee lagen, maar ik sta letterlijk met drie lagen. Je hebt een jas nog aan, je hebt het al ijskoud. Ja. Dat is toch bizar om te beseffen dat ze gewoon in deze temperatuur. Ja. En dan moesten ze ook nog eens werken overdag. Oh, verschrikkelijk. Niet normaal. Zal ik ook een huwelijk vragen hier? Kom. Kom maar. Kom maar. Lin? Ja. Nee, is te vroeg. Ga even op je knieën. Oh, we zitten hier nog eventjes onze dingen te tellen. Maar ja, eigenlijk zie je het al. Oké, ik heb veel te veel erbuiten geschoten. Daar, die twee. En jij hebt me eigenlijk echt. Jij hebt gewoon bijna alles in het geel. Echt alles in het geel, schat. En deze? Deze is van jou? Ja, die is van mij. Dit is van jou. Oké, hier heb ik wel een headshot. 1, 2, 3. Ik heb wel een headshot. En in zijn hand. Oké. Heb jij een headshot? Nee, jij hebt hier geen headshot. Schat, ik heb gemikt op het hart. Ja, oké, die is heel krachtig, hè? Mik je echt op het hart of mik je op het hoofd? Op het hart, dat zie je toch? Ja, dat kan ik ook zeggen. Nou, kijk, bij jou zit er één hier, één hier. Kijk, hier, ik had hem sowieso dood, want ik kwam recht door zijn hersenen. Maar. Oh, het middelpunt is dus hier. Daar heb ik wel een keer ingeschoten. Oh. Jij niet. Hè, waarom is dat het middenpunt? Dat is zeg maar. Dat is dit gedeelte van je lichaam. Ja, je maag. Dan bloed je ook dood. Lekker lugubere vlog. Ja, wie heeft er gewonnen? Ik, zo te zien. Oh, we zullen maar elke winter in deze kou moeten leven. Maar we overleven het, want we hebben een lekker mutsje op. Heerlijk. Lin heeft ook een lekker mutsje op. Wat is het plan? Waar gaan we heen? Ja, eten. Eten. Ja, en snel. Oh ja, het is onze laatste avond hier in Gdansk, jongens. En de kou is op zich best heftig nu. Even lekker Italiaans eten. We zijn lekker eensgezind. Heerlijk. Top. We hebben echt net gegeten, maar we gaan nog net eten. Net gegeten? Het is 10:30. Oké, we waren stiekem in slaap gevallen op de hotelkamer. Ja, daar heb ik ook mijn Snapchat gezet. Op je Snapchat? Ja, dat weten mensen wel. Maak jij Snapchat? Jongens, voeg even Lin toe op Snapchat. Ik vlog elke dag. Maar je kan ook haar volgen op Snapchat. Dan kan je al haar snaps bekijken, want dan maakt ze dus echt nog inderdaad veel meer dingen behind the scenes, andere. Niet doen. Kijk, lekker tussen vet op de schoot. Ik werd de eerste keer echt zwaar belachelijk gemaakt hierdoor. Door Lin. Ze zei. In Brabant doe je dat niet. In Brabant doe je dat niet hoor. Wat? We zitten echt in een fatsoenlijk restaurant en iedereen hoort jou gewoon. Ja, dus. Jij deed zo toen. Maar dat zijn gewoon eigenlijk de etiketten, hè? Officieel, als je heel netjes aan het eten bent, moet je inderdaad dit ook op je schoot leggen. Die mensen keken echt. Wie keken? Achter jou, die keken echt zo van wat gebeurt. Hoezo? Ik schaam me dood. Mijn buikje zit helemaal lekker vol. We hebben het hartstikke leuk gehad vandaag. En nu zijn we lekker terug aan het chillen op de kamer en het is ondertussen al 00:30 s'nachts. Het was een hele koude dag, maar ook een hele gave dag met het schieten en alles. Welk wapen vond je uiteindelijk nou het dikst om mee te schieten? Wat vond je nou echt cool? Was dat de Uzi of die Glock? Ik denk die de Glock. De Uzi was het fijnst, maar die tweede was gewoon het moeilijk. Echt een heftige gun, hè? Ja. Ja, klopt. Ja. Ik vond het echt een hele gave ervaring, maar je beseft wel eventjes hoe heftig het is als zo'n gun, zeg maar, in het echt. Want ja, ik heb genoeg schietspelletjes gespeeld in mijn leven. Echt superveel. Snipers, shotguns, AK-47, zo, die wapens waar we gewoon net allemaal mee geschoten hebben. Maar als je dan die klap in het echt hoort, en dan zelfs met die oordingen op, dan is het echt, echt ziek, die klappen gewoon. Wat doe jij? Wat doe jij? Dit mag je niet verwijderen. Ik ga het eerst filmen. Zet maar even uit. Hoor. Hoezo? Ik laat het gewoon in mijn vlog hoor. Ga je de hele vlog laten? Ja. Nee. Jazeker wel. Mag ik het één keer terug? Nu jij. Nee, ik wil het even terug. Nu jij. Oh, wij liggen lekker hier op de. Ik wil zeggen op de bank, maar in bed. Het is ook omdat het gewoon zo ijskoud is buiten. Dus we kunnen ook niet echt lekker de straat meer op nu. Nee.
Dus zijn we lekker aan het... We zijn wel lekker aan het chillen gewoon hier. We zijn lekker aan het chillen. Ja, oké. Okay, doe even de handstand. Gio deed net een handstand en toen brak hij bijna mijn voet. Zal ik het nog een keer doen? Ja. Nou, maar niet op mij, hè? Nee. Niet op mij, alsjeblieft. Je moet wel recht blijven staan. Oh. En nu... Je moet recht blijven staan en met je handen omhoog. Het kussen moet weg. Omhoog, omhoog, omhoog. Push, 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 Gio. Wat doet hij? Ik Oh, Gio. Nee, het gaat hem niet worden. Nee, dit lukt maar niet. Misschien morgen. Morgen. Jongens, morgen een nieuwe vlog. Tot morgen. Jongens en meiden, wij liggen dus lekker al in bed en wij gaan lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. En hopelijk, aan de reacties ook te zien, vonden jullie het heel erg leuk dat we sowieso hier naartoe gegaan zijn. De locaties waar je niet zo snel naartoe gaat. En er staan er nog genoeg straks op de planning, waarschijnlijk voor het komende jaar. Maar hetgene waar ik natuurlijk wel het meest naar uitkijk is de cruise. Misschien willen we in de tussentijd ook nog een keertje weg naar iets anders, maar dan iets warms, toch? Ja. Echt iets warms. Want de kou hebben we nu al een beetje gehad. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En hoop ik jullie allemaal daar weer te zien. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Tot morgen en later.